Hallo serpentjes, ik ben Rick van Serpent Gameplay en welkom bij een nieuwe aflevering van Super Mario Sunshine! Woehoe! Deze aflevering beginnen we hier. Er zit daar namelijk een gek gordijn wat er alleen afgaat door speeksel. Ik heb het ook niet verzonnen en ik heb eigenlijk geen idee wat erachter zit. Het lijkt op Shine? Is het een blauw muntje? Oh my god, ik heb serieus net 5 keer de moeite gedaan om met Yoshi naar de overkant te gaan. Meerdere keren dood gegaan. De aflevering opnieuw opgenomen en shit. Blijkt dat het om een blauw muntje gaat. Ik had gehoopt een secret of iets. Of een shine misschien zelf. Maar nee, een blauw muntje. Oké, dan kan ik wel even. Nou, die hebben we in ieder geval. Ik heb een heleboel dienstmededelingen. Want dit is de eerste gameplay video die ik in een paar dagen opneem. Dus de dienstmededelingen zijn gigantisch. Ik heb nu eindelijk vakantie en geen tentamens meer. Wow! Ik moet niet weer in het water. Ik ga proberen een hele elegante move naar de overkant te doen. Ik kan haast niet geloven dat het lukt zonder dood te gaan. Ik heb wat dienstmededelingen hier en daar. Mijn videovoorraad is echt maximaal op. En dat is voor jullie niet heel, heel handig. Maar vanaf morgen ga ik gewoon even heel veel opnemen. En dan komt het helemaal goed voor de vakantie. Zullen sowieso wat nieuwe series gestart moeten worden. En wat oude opgepakt worden. En dan is alles weer gewoon gezellig. Hier is voor mij weer een blauw muntje. Oh, is het wel een geheim? Is hier een geheim level? Oh, daar ben ik gewoon al geweest. Oké, tof, leuk, fuck mijn leven. Doei, irritante roze-achtige Yoshi. Doei. Nu moeten we even proberen hierboven te komen. Waarschijnlijk met de Rocket Nozzle. En dan kunnen we eindelijk weer verder met normale levels doen. We zijn momenteel 1 minuut 26 bezig. En ik heb een blauw muntje gevonden. Dat is niet zo goed. Want dat zou betekenen dat we na 15 minuten 10 blauwe muntjes hebben gevonden. Volgens die logica. En dan hebben we 1 ster. Wat? Ja, als je kijkt, dit is aflevering 30. En we hebben er nu 68. Dus er gaat iets niet helemaal goed dan op het schema lopen. We gaan dus weer in de laatste wereld. Ik heb momenteel een speciale gast hier in de studio. Ik noemde ze juist mijn eigen kamer een studio. Dat is hoe arrogant ik ondertussen ben geworden. Mijn gast is heel verlegen, dus is niet in beeld. Ze ligt gewoon op mijn bed. Misschien ligt ze er niet. Misschien lul ik maar. Je weet het niet. Ik ga dit echt vaker doen. Gewoon zeggen dat mensen op mijn kamer zijn, terwijl ze er helemaal niet zijn. Dat is leuk. Oké, we gaan voor mij het 5e level doen. Het is... ziek? Nee. Oh my god, ik hoopte zo dat deze niet zou zijn. En het is hem toch. Hoe gelukkig moet ik nu zijn? Dit is het level waar ik in de let's race van Super Mario Sunshine gigantisch hard vast zat. Wat de game wil dat je doet, is deze route nemen. Volgens mij met een Yoshi. Volgens mij zelfs met een Yoshi. Maar, wat dus ook kan... Het probleem is vooral het begin. Die zit... Oh nee, kut. Ik ga al dood voordat het begonnen is. Oep. Wat je moet doen is, je moet dit pad nemen met een Yoshi, wat ik dus nu al niet gedaan heb. Gefeliciteerd Rick, you fucked up. Dit pad neem je met een Yoshi, en dan kom je aan het einde van het pad en dan... Oh, dan moet wat van dat irritante gordijn weggehaald worden. En dan haal je het irritante gordijn weg en dan wauw, je bent een held. Dat is ongeveer het doel van dit level. Maar, we hebben dus momenteel geen Yoshi bij ons, dat is minder. Maar, het probleem is dus vooral met Yoshi, heb je je jetpack niet en het hele springgebeuren hier... Is pittig irritant, maar momenteel ziet het er fucking makkelijk uit. En zo meteen is het dat fucking niet, fucking vriend. Fuck. Het probleem is nu wel dat we al zo'n beetje vastzitten. Hier liggen wel heel veel muntjes trouwens. Misschien is dit wel een mooie kans om heel veel muntjes te halen. Oeh, kijk. Wat is hier allemaal aan de hand? Ik zie daar een blauw muntje volgens mij ergens. Ja, je kan ook helemaal hier aan gaan hangen en zo. Als je echt een keer niks te doen hebt een dag. Waarschijnlijk zijn heel veel van die spinnenbeesten wel nog een blauw muntje waard. Dat is wel nice. Dat is wel flink nice. Eens even kijken. Ik heb nog nooit hier aan gehangen en het interesseert me ook vrij weinig. We gaan proberen weer terug te gaan, die irritante dinosaurus bitch te halen en er wat van te maken. Waarschijnlijk gaat het ons niet meer lukken. Waarschijnlijk kunnen we beter gewoon naar afgrond inspringen en ons verlies nemen. Waarschijnlijk. Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door waarschijnlijkheden. En hun onwaarschijnlijkheid. Oké, ik heb geen idee of ik dus boven kan komen weer vanaf nu. Maar we gaan het proberen. En dat is ook wat waard. Ik heb 14 muntjes. Dat is hetzelfde als mijn mentale leeftijd. Flauwste grap van vandaag is ook weer binnen. Oeh, yay, ik ben weer boven. Oh, daar is gewoon een M. Die fucking sneaky bitch van een Mark of Mario heeft gewoon hier zijn letter M neergezet. Gewoon recht achter mijn bakjes waar ik begin. Bam. 1, 2, 3. Dat is voor de mensen die kunnen tellen. 1, 2 en 3. Zou je kunnen maken door de getallen 120 en 3 bij elkaar op te tellen. Maar dat hoeft niet per se. Je kan ook andere getallen bij elkaar optellen. Zoals 122 en 1. Of 121 en 2. Of 120 en 3. Of 119 en 4. En moet ik dit de rest van de video doen? Ik denk dat sommige mensen er oprecht een vorm van vermaak en comedy en droogheid inzien. Maar het grootste deel niet. Die denken op een gegeven moment 110 en 23. Of 123. En 99 en 24. En dan denk ik op een gegeven moment, Rick, weet je wat? Ik klik de video weg. Ik ga wel gay porn kijken. Want daar vermaak ik meer bij. En groot gelijk hebben ze. Oké.
Ik kan nog het hele level gaan afzoeken voor meer van die blauwe munten. Maar ik kan ook gewoon Yoshi een banaan in zijn bek pompen en gewoon kijken wat er dan gebeurt. Waarschijnlijk wordt hij geel. Want dat is logisch. Waarom word ik niet geel als ik een banaan in mijn bek pomp? Waarom ben je niet geel? Ik heb het gevoel dat ik hier trouwens wel een blauw muntje voor kan krijgen, want het ziet er spooky uit. Oeh, bijen. Oeh. Ik ben altijd bijen. Bijen. Zus, wat kan ik hiermee? Oh, dan moet ik het weer met Yoshi doen. Oh, nee, het bijennest viel wel kapot zojuist. Pak me dan. Doen ze nog wat? Ze doen geen damage. Ziet er wel... Oh, ze doen wel damage. Ga weg, bijen. Nee. Wat doen ze? Nee, bijen. Kan ik er nog iets mee? Ja, oh, ze zijn allemaal muntjes waard. What? What? Ik word gewoon van mijn Yoshi afgegooid. Bijen, please. Kunnen we er niet over praten? Ik heb ook gevoelens. Wat zijn ze veel muntjes waard? Kijk, een blauw muntje als ik ze allemaal heb. Zeg maar alsjeblieft. Ik heb dit nog nooit eerder gedaan. Dit is gewoon een nieuwe ervaring. Wauw, wat veel muntjes. Dus er gaat een wereld voor me open. Ja! Wauw, cool! Ik heb weer een geheim ontdekt. Jottem. Nou, we hebben nu 124 muntjes. Voor de mensen die niet goed kunnen rekenen. Nee, ik bespaar jullie dit. Het probleem is dus, vanaf daar hier komen is best moeilijk. Maar als je naar beneden springt, is dus de truc. Tadaa! Dan snij je dus een heel groot deel af. Want het begin, zijn we dat eerste kussen daar met dat springkussen erop. Dat is een vet irritante sprong om te maken. En daar ben ik achter gekomen, want tijdens de let's race was ik daar een half uur mee bezig. Toen zei Glenn, je kan ook gewoon van de brug afspringen. En dat werkt wel gewoon. En als het goed is gaan we nu naar het secret level. En dan denk je, jee, secret level, leuk, alles is weer goed. Nope, het secret level is nog veel erger. Het secret level heet niet voor niets, Pedoland, kinderverkrachting. Zo heet het niet echt, maar die naam is alternatief en door mij aangewezen, dus. Dan weet je dat er nog wel iets van waarheid in zit. Oké. Laten we even hierheen gaan. Als we nou even niet doodgaan, dan is alles goed. Ja, oké. Dan spuit even dat vieze spul eraf. Zo, wee, jee, leuk. Ja, dat ziet er redelijk afgespoten uit. Dan springen we van Yoshi af zonder dood te gaan. Ik weet dan niet hoe. Nee, nee, nee. Holy shit. Ik schrok. Oké, dan gaan we even daarheen. En dan gaan we in die bak. En dan gaan we dus naar een secret level. Wat één van de kutste secret levels is. Normale secret levels gaan om super mooie sprongen. En backflips. En salto's. En dit level gaat over timing. En hoeken. Het is wiskunde plus geduld hebben. Het is verschrikkelijk. Oké, okay. Je moet met mannen praten. Dit is sowieso gewoon een soort van dating iets. Je moet met mannen praten. Alle mensen zeggen, hallo, ik ben een chuckster. En dan gooien ze je weg. Ja, ik heb het ook niet verzonnen. Ik ben een chuckster. Ah! Wat ik moet doen, precies. Deze man gooit dan bijvoorbeeld heel... Ik weet niet precies meer wat de logica is. Je moet gewoon met ze praten en goed recht voor ze staan. Ik ben een chuckster. Ah! Bof. Oké, okay, nou dan ben je hier. Kijk, de kleine man gooit je volgens mij heel ver. Of de kleine man gooit je helemaal niet ver. Dus er zit hier een logica in. Je moet met de... Ik denk dat de grote man... Ik denk dat de kleine man je niet ver weggooit. Dat lijkt me logisch, hè? We gaan het proberen. Hier, praat ik nu met hem. Ik ben misschien klein, maar ik geef nooit op. Dankjewel, kleine man. Nou, die heeft me ook geholpen. Je moet dus gewoon iedere keer goed getimed met ze praten. Nu is dat nog makkelijk, maar op een gegeven moment is er één man die is echt verschrikkelijk. Even kijken, misschien ga ik nu al dood. Hey, higher, higher! Nou, dan gooit hij me hier op en ik leef nog. Nice, oké. Okay. Hier zijn een paar van die gasten, dan moet je even springen, maar die blijven gewoon wel eindig spawnen volgens mij. Ik denk dat ik gewoon met deze gast ga praten. Alleen die kleine dingetjes staan dus heel erg in de weg. Nou, deze man heeft gewoon een mooie snor. Ik ben een chuckster! En we zijn nu al op het einde trouwens, wauw! Het enige wat je nu moet doen, is met deze gast praten. Daar is het einde. Je moet precies, het handigste hier is gewoon precies met hem praten op deze lijn. Als hij nu langs je loopt, precies op het juiste moment met hem praten. Waarom precies op het juiste moment? Als je net iets te vroeg met hem praat, dan staat hij een heel klein stukje rechts van je. En als hij een heel klein stukje rechts van je staat, dan gooit hij in één keer helemaal naar rechts. Als je een beetje iets van hoeken weet en zo. Afstand is best ver. Nu gaan we eens heel lang wachten op deze bitch. Hij doet lekker rustig aan. En terecht. Ik ben alleen bang dat ik zo meteen, zeg maar... Ik moet niet te dicht op hem staan, want dan kan ik niet goed met hem praten. Ik moet niet te ver in de weg staan, zeg maar. Oké, dat gaat helemaal goed. Concentratie. Concentratie. Hij is een chuckster. Wat? Waarom sta je stil? Dit hoort niet. Ik ga dood, denk ik. Ik ga hartstikke dood. Fuck! Nou! Ik was er zo dichtbij. Ik ging opeens stilstaan. Ik was in de war. Het erbij hoort. Oké, we gaan heel snel erheen. Ik heb 18 levels. Dat is niet gelijk aan mijn mentale leeftijd en ook niet mijn daadwerkelijke leeftijd. Ik wou het gewoon even kwijt. Oké, ik leef nog. Nu gaan we met de grote man praten. Hallo grote man, gooi me maar ver weg. Oh, don't hold back. Ik leef nog steeds, gaat hartstikke goed. Nu heb ik wel heel veel zelfvertrouwen. Iets wat ik normaal niet heb, heb ik vandaag wel. Het is zelfvertrouwen. Gewoon met heel veel vreemde mannen praten en vragen of ze me willen gooien. Is iets wat ik in het echte leven niet vaak doe. Maar in deze game doe ik het gewoon. Ik heb denk iets te enthousiast met deze man gepraat, want nu ben ik dood. Fuck my la 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 life.
Too bad, je hebt een kut leven. Dankjewel, game. Oké, we gaan het nog een keer proberen. Het is niet alsof ik veel keuze heb of zo. Jammer genoeg niet. Oké, dan. Wat kan je met deze man? Misschien brengt hij me wel naar een super geheim geheim. Hallo, beste man. Ik ben een chuckster. Oh, hij gooit me gewoon die kant op. Oh, er is wel iets hier te doen. Er is hier een muntje. Oh, die kun je natuurlijk pakken. Wacht. Oh, kijk, hier is een leven. Hallo, chuckster. We gaan het proberen. Gooi me tegen dat leven aan, chuckster. Oh, dat is wel grappig. Dankjewel, ik hou van je, kusjes. Oké, we gaan deze kant op. Hallo daar, roze man. Ik ben niet bang voor jouw sterke armen. Pak me vast. Whee! Yay! Oké, dan praat hier even met de kleine man. Kleine man, kleine man. Je bent zo klein en bruin. Zo, ja, dat is goed. Deze man moet je in het algemeen gewoon mee praten, denk ik. Er gaat weinig mis hier. Ik praat gewoon op een willekeurig moment met hem en ik leef nog, dus dat gaat goed. Hoger, hoger. Gaat helemaal goed. Hier moet je eerst echt wat van die mannetjes kapot springen, want anders dan gaat het helemaal mis. Auw, gevoelens. Oké, wacht. We gaan ervoor. Zo, denk ik. Ik denk dat ik de ultieme gooihoek voor deze man gevonden heb. Ja, dat is gewoon chill. Oh nee, hij is net klaar met zijn rondje lopen. We kunnen echt super riskant gaan doen. En vanaf deze kant proberen. Maar ik ben echt bang dat hij me dan niet ver genoeg gooit. En als hij ons niet ver genoeg gooit, in principe zou het moeten werken. In principe zou hij ons alsnog ver genoeg moeten gooien. En ik voel me wel lucky vandaag, dus ik ga het gewoon alsnog doen. Oh shit, dat wordt helemaal niks, joh. Hij duwt me eraf momenteel. Oké, ik ga het proberen. Ik heb het gevoel dat het nog zou kunnen werken. Werkt het? Nee, natuurlijk niet! Dan gooi je me helemaal niet ver genoeg. Nou! Ik krijg ondertussen de zin om met deze sensorbalk, die ik net niet aan jullie kan laten zien. Hier, mijn Wii sensorbalk, gewoon door mijn strot te douwen. Daar heb ik zin in. Dat heb ik gewoon soms. Word ik wakker en denk, nou, wat ga ik vandaag doen? Wii sensorbalk door mijn strot douwen. Uitpoepen. En dan kijken of hij het nog doet. Smok gewoon meteen een Wii remote in mijn reet. Waarom niet? Shit, ik heb dit ook verpest, denk ik. Help! Oké, ik leef nog. Oké. Als ik heel vaak oké zeg, dan is het meestal iets niet oké. Dit level. Oké dan. Nee, niet oké! Wat gebeurt er? Waarom doe je dat? Ik dacht dat we vrienden waren. Nee. Roberto. Ik zei nog aan het begin van deze aflevering. We moeten niet meer één ster halen. Dat is zo stom. En het gaat toch echt komen. Hé, 16. Dat is ook niet mijn leeftijd. En mentaal ook niet. Shit, ik heb deze sprong al verpest. Ik wil te snel. Te snel willen is soms echt een niet handig iets. Want dan ga je dood. Mogen er wijze les voor je zijn, kijker. Deze man moet je gewoon een beetje halverwege praten in ieder geval. Dat ging meestal wel goed. Hoger, hoger. Nou, dank je. Wat? The fuck? Heb ik me nog een beetje sturen of zo? Als hij me gooit. Ik heb geen idee. Hoger, hoger. Ja, dat gaat helemaal goed. Oké, ik leef nog. Ik leef nog. Poep. Oké, deze gaat ook wel goed, denk ik. Ik ben een chuckster. Kom op, chuckster. Yes. Oké. Oh, die man komt er ook redelijk goed aan. Hij komt redelijk goed aan. Hij is dik. Sorry. We hebben dus gauw aids opgehoest. Ik ben aidsvrij. Dat scheelt. We gaan er voor de rest met jullie. Ik wou eigenlijk nog allemaal dingen vertellen over iets met Series Request en een livestream van vanavond. En dat ben ik eigenlijk helemaal vergeten. Vanavond, 5 uur, ben ik op de Twitch van IGN aan het livestreamen. Far Cry 4 voor de Series Request. En dan doe ik zo van, oh, help de kinderen in Afrika, kijk mijn livestream. Kijk mijn game spelen, terwijl kinderen in Afrika doodgaan van de honger. Als je daar zin in hebt, kom! Ik tweet tegen die tijd wel even een linkje en dan een beetje hoe het zit. Voor mij is het twitch.tv/IGN Benelux. Maar don't take my word for it. Ik krijg er niet voor betaald ofzo, ik krijg gewoon heel veel gratis energy drank. Niet thuisgestuurd, ze hebben daar gewoon een koelkast vol energy drank. En die pomp ik dan in mijn keel. Voor de rest kun je gewoon lekker centjes doneren voor Afrika en zo. Ja, het klinkt heel droog als ik het zo zeg. Ik weet het. Denk bij heel persoon op mijn bed. Je kan lekker centjes doneren voor Afrika. En voor mij, ik weet nog niet precies hoe het zit. Maar volgens mij is het als je bijvoorbeeld meer dan 20 euro doneert, bijvoorbeeld. Dan kun je dus kans maken op Far Cry 4 en allemaal toffe goodies. En die mag ik allemaal weg gaan geven. Dus ik hoop het, ik dacht ik zeg het nu even. Anders komt er helemaal niemand zo meteen. Dan sta ik voor lul. Denk ik, nou we hebben een bekende YouTube personality. En dan kijkt niemand. Dus jullie gaan er fixen dat er dan wel mensen kijken, zeg maar. Ik wil bedanken voor het kijken van deze aflevering. Super Mario Sunshine. Omdat ik helemaal klaar ben, spring ik van deze toren af. Oh. Bam, zo op die paraplu. Het is niet eens een paraplu, het is een parasol. Verschil tussen een paraplu en een parasol.
Het doet meer pijn als je een parasol in je kont stopt. En hem dan open doet. Want parasols zijn groter. Onthoud dat. Vertel het aan je kinderen. Laat die het aan hun kinderen vertellen. En stop geen parasol in je kont. De volgende aflevering. Het eindscherm aanklikken. Zo, wow. Dat zijn allemaal dingen. Tot de volgende aflevering. Doei!